Tamara, hallo. Hi. Ja, we zijn even in beeld voor de camera. Oh, we zijn in beeld voor de camera ook. Ja, dit is nieuw in de raadzaal natuurlijk. Leuk, geweldig. Tamara, ja. Onverwacht toch nog even gekomen. De interesse is nooit weg, geloof ik. Nee, kijk, ik vind het natuurlijk ontzettend leuk om hier even te zijn. Ik dacht van nou, na 5 maanden mag ik ook wel weer eens kiezen. Is het alweer zo lang? Ja, het is alweer 5 maanden geleden. Dus in die zin, ik vind het heel leuk om hier weer even te zijn. Het is wel echt anders. Ik ben natuurlijk echt weg als wethouder. Maar ik vind juist ook als je in de gemeente een Kamerlid hebt wonen, dan mag dat Kamerlid ook wel wat praktijkvoorbeelden meenemen naar Den Haag. Dus ik kom ook gewoon even lekker wat luisteren en kijken en inspiratie opdoen. Maar ja, er zijn natuurlijk ook onderwerpen waar jij aan meegewerkt hebt. En je komt dus nu even kijken, hoe gaat dat aflopen? Nou, nee hoor, want ik vind het is nu aan andere mensen. En daar heb ik het volste vertrouwen in. En volgens mij wat ik gezien heb van de begroting, ligt er ook een hele mooie begroting met lage lasten, hoge kwaliteit, hè, goede voorzieningen. Dus nee, ik ga me er niet meer mee bemoeien. Nee? Maar ik wil het wel graag, ik blijf het betrokken volgen. En ik vind het ook heel belangrijk om mee te krijgen hoe het ook allemaal uitwerkt. Natuurlijk ook alle landelijke ideeën. Ja, en wat is dan dichterbij dan het gemeentehuis in Zuidplas? Om lokaal toch af en toe mee te kijken. Hoe valt het landelijke, de Tweede Kamer? Nou, er is nog geen dag hetzelfde geweest. En het gaat nu natuurlijk echt beginnen. Ik heb de zomer gebruikt om heel erg in te werken. Veel werkbezoeken gedaan, veel mensen gesproken. Ja, en volgende week heb ik mijn eerste begrotingsbehandeling. Dus dan ga ik echt in debat. En dat is spannend. Ja, dat is heel spannend. Dan zien we je op tv ook. Dat kan. Op Politiek 24 zal het ongetwijfeld uitgezonden worden. En weet je waar ik je ook gezien heb? Nou? Prinsjesdag. Ja. Ik wist natuurlijk wat voor hoedje je op had. Ja, dat klopt, ja. En ineens dacht ik, hé, Mark Rutte, daar staat iemand met die kleurhoed. En ja, dat was jij. Ja, dat klopt. Dat is leuk. Ja, dat is heel leuk. Maar je hebt het naar je zin daar. Ja, en wat ik ook heel leuk vind, is dat ik ook heel veel reacties krijg van mensen. Als ik op straat loop of hier, dan spreken mensen me aan en zeggen van, goh, mijn moeder in het verzorgingshuis. Of, ja, wij gaan even opschrijven. Wij gaan ermee stoppen. Bedankt voor het interview, want wij gaan weer verder, geloof ik. Dankjewel. Ja,